Ik heb voor jullie in deze video de allereerste leak voor het aankomende Fortnite seizoen. Deze leak heeft te maken met de Battle Pass voor Chapter 5 Seizoen 2. En geloof me jongens, deze leaks heeft nog niemand anders gezien. Kijk deze video dus helemaal af en laten we gewoon gelijk gaan beginnen. Ik ga jullie in deze video de allereerste leaks laten zien van het nieuwe Fortnite seizoen jongens. Dat klopt, jullie hebben het goed gezien. Als we namelijk naar de Battle Pass gaan van het huidige seizoen, wat natuurlijk Chapter 5 Seizoen 1 is, zien wij dat de Battle Pass tot en met 8 maar duurt. En dan zou je misschien wel afvragen van Chesto, hoe kom je nu al aan die leaks? Nou jongens en meisjes, deze leaks zijn 100% waar. Dus blijf deze video gewoon helemaal afkijken. Maar, voor we natuurlijk gaan beginnen, laat even een duimpje omhoog achter. Had je eigenlijk al moeten doen. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent om niks van de Fortnite leaks te missen natuurlijk. En ook van allerlei giveaways die ik natuurlijk doe. Ja, en als je nou kans wil maken om een giveaway in de toekomst, ga dan even naar de Fortnite item shop om mij sowieso nog meer te supporten dan dat jullie al doen. Want ja, gebruik even mijn supporter, kredietcode TIES, kortste code van Nederland en België. En als je die namelijk invult, support je mij natuurlijk enorm en daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Maar, jongens en meisjes, zoals ik al zei, aan de titel heb laten zien, aan de thumbnail heb laten zien, ga ik jullie dus de allereerste Battle Pass leak laten zien voor het nieuwe Fortnite seizoen. En ze zijn ook legit gewoon echt. Ik zweer het, jullie gaan het zo meteen zien. Ik heb ook gewoon echt alle bewijzen. Maar zoals ik al zei, als we naar de Battle Pass van dit seizoen gaan, hoef je nog niet te stressen jongens. Want je hebt sowieso tot en met 8 maart om alle Battle Pass tiers te halen. Want ja, ik ben zelf ook natuurlijk een heel laag level. Want ik vind dit seizoen, als ik heel eerlijk moet zijn, niet heel erg fijn. Ik heb wel eens betere seizoenen gehad, zoals het OG Fortnite seizoen. Wat ik zelf gewoon leuker vond om te spelen. Maar dat terzijde, als we namelijk naar de Battle Pass toe gaan en de bonus reward checken, zie je dat ik pas bij pagina 2 ben van de 7. Dus ik moet eventjes een beetje doorgrinden. Maar dat maakt niet uit verder, daar ga ik sowieso mijn best voor doen. Maar zoals ik al zei, ga ik jullie dus in deze video de allereerste leaks laten zien van de Battle Pass. Want als we naar de quest gaan, jongens en meisjes, en de map hier voor ons pakken, kan ik jullie inderdaad gewoon vertellen dat wij dus sommige teasers van dit nieuwe aankomende seizoen al in de map kunnen vinden die we hier, dus hier zo hebben. Dus ja, weet je wat? Ik denk van dat het gewoon tijd is om de allereerste teaser erbij te gaan pakken. En die allereerste teaser die komt namelijk van Hypex. En die staat nu ook in beeld zoals je kan zien. Want Hypex heeft namelijk als bericht geplaatst op X, oftewel Twitter: Fortnite Chapter 5 Seizoen 2 is speculated to be Greek mythology themed because of the hints. Hypex zit bijna altijd goed, wat inhoudt dus dat de Fortnite Chapter 5 Seizoen 2 Battle Pass seizoen dus een Griekse mythologie heeft, wat natuurlijk gewoon echt insane ziek is. Ik vind dat zelf gewoon heel erg vet. Want als we daardoor doorgaan naar de tweede screenshot die hij heeft geplaatst, of de tweet die hij heeft geplaatst, de screenshot plaats ik in beeld, is dat namelijk dit. Hij zegt: Fortnite Chapter 5 Seizoen 2 is speculated to be the Greek mythology themed. Dat heb ik dus net al gezegd, zoals je kan zien. Want als de hints eronder staan, staat er dat de current map art style team is. Oftewel, de current map, dus hoe die gemaakt wordt voor het aankomende Fortnite seizoen, wordt dus in de Griekse mythologie gedesigned. Wat inhoudt dat het dus hoogstwaarschijnlijk ook dat de thema gaat zijn van het seizoen. En ja, ik vind dat zelf gewoon heel erg nice. En ja, de enige tease die dus daarvan is, is dus dat de map op die manier gedesigned wordt. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen begrijpen wat ik bedoel. Want er is namelijk nog een tweet, en dat is dus dat het niet alleen maar de map is. Er staat namelijk ook bij dat next season is codenamed Aiga. En ik weet niet wat de Griekse vertaling daarvan is, maar er staat dus goat in Greek. Ja, je ziet ook dat het Griekse woord erbij staat. Het betekent dus goat, oftewel geit in het Grieks. En we weten nog niet wat dat precies gaat betekenen. Of wat we daarmee kunnen gaan zien. Of ja, dat laat ik nog even achterwege. Want zoveel info heb ik dus ook voor jullie nog niet. Maar wat ik wel dus voor jullie heb, is namelijk deze screenshot. En dit is een screenshot die iemand gemaakt heeft op basis van dus de leaks die op dit moment al door Hypex gemaakt zijn. Dus het kan heel goed zijn dat dit legit een Battle Pass pagina gaat worden in de aankomende Battle Pass. Dus daarom gaan we er even goed naar kijken. Want zoals je kan zien hebben wij hier dus een skin. Deze skin vind ik oprecht echt keihard uitzien. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind deze in ieder geval echt keihard uitzien. Laat even in de comments weten wat jij ervan vindt natuurlijk. Ja, zoals je kan zien heeft hij dus ook gelijk de pickaxe beet. En deze skin heet dus de Greek Stick. Ja, als hij dus daadwerkelijk echt zo gaat zijn, want deze, hoe zeg je dat, vis zit op dit moment al in de map. Als jij goed gaat zoeken in de map, kan je eigenlijk ergens een standbeeld vinden van deze vis, wat inhoudt dat dat een teaser is voor het aankomende Fortnite seizoen. En nou, zoals je kan zien, als je hier dus ook daaronder kijkt, zie je inderdaad een loading screen. Nou, die loading screen kan echt zijn. Je ziet een banner, dat kan natuurlijk ook legit zijn. V-Bucks kloppen bijna altijd wel, want in elke Battle Pass
krijgen natuurlijk de V-Bucks. Je ziet hier, ja, ik denk dat dit een backbling is. Ik zou anders echt niet weten wat dat moet zijn. En dan hebben we hier natuurlijk een pickaxe met de skin zelf. En zoals je kan zien, dit is dus pagina 512. Dat zegt dus compleet helemaal niks. Want het kan inderdaad gewoon zijn dat dit een render is die totaal niet klopt. Maar het kan wel zijn dat deze skin daadwerkelijk in de volgende Battle Pass gaat komen. Want er is namelijk een survey skin die al gemaakt is door de community. Die hier heel erg op lijkt. Wat dus inderdaad inhoudt dat het dus inderdaad een ja, soort van Grieks... ja, hoe zeg je dat, thema kan zijn voor aankomend Fortnite seizoen. Ik zelf vind het natuurlijk echt super sick als we naar deze Battle Pass pagina kijken. Als we dan allemaal een soort van Griekse goden in Fortnite krijgen. Ik weet niet of jullie daar een beetje up-to-date van zijn. Maar dat zou ik zelf echt heel erg kunnen waarderen natuurlijk. Dus ja, ik weet niet wat jullie daarvan vinden en hoe jullie daarin staan. Maar dat laat ik dus even aan jullie over. En dat mogen jullie dus ook sowieso vrij uit in de comments achterlaten natuurlijk. Maar dat we weten dat de leaks die dus tot nu toe gedaan zijn wel sowieso al kloppen. En ja, ik vind dat zelf echt super hard natuurlijk. Want als wij kijken naar de Battle Pass van dit seizoen, zoals we natuurlijk nu hebben, was natuurlijk ook al geleakt dat Peter Griffin erin zat. Niemand geloofde dat natuurlijk. En uiteindelijk bleek natuurlijk gewoon dit compleet waar te zijn. Als we natuurlijk naar de quest gaan, dan kunnen we de map zien. De map was natuurlijk ook al heel lang uitgeleakt, al zeg ik het zelf. En natuurlijk, de map is iets geüpdate. Want als we de allereerste renders van deze map zagen, bleken die ook niet helemaal te kloppen. Althans, dat dacht iedereen. En uiteindelijk blijkt het dus wel te kloppen. Dus ik ben gewoon heel benieuwd wat er dus waar is van de screenshot die ik jullie net heb laten zien. Maar ja, dan moeten we sowieso nog even op wachten. Want zoals ik al zei, als we naar de huidige Battle Pass gaan van, ja, nu kunnen we sowieso tot en met 8 maart moeten wachten. Dus dat duurt sowieso nog flink 2 maanden. Dus we hebben sowieso nog even de tijd om alles te unlocken. Dus geen stress. Maar zoals ik al zei, als er dus meer leaks naar buiten komen, ga ik dat zo meteen aan jullie brengen natuurlijk. Dus sowieso vergeet niet te abonneren op mijn kanaal met dat belletje aan. Want dan mis je natuurlijk helemaal niks van dat. En ik dacht, weet je wat? Ik kan natuurlijk al met jullie de afspraak gaan maken dat als de nieuwe Battle Pass komt, ik een aantal giveaways ga doen. Maar dat doe ik eigenlijk standaard als er een nieuw seizoen dropt. Dus ik dacht voor deze video, omdat heel veel mensen de code T's gebruiken om mij te supporten, ga ik gewoon 2 random mensen die deze video aangeklikt hebben en helemaal afgekeken hebben. Want dan weet je natuurlijk dat er dit erin zit. Een random skin gift uit de Item Shop. Ik heb genoeg V-Bucks. Dus wil je nou kans maken op een hele mooie skin in jouw Fortnite locker, dan moet je gewoon eventjes een aantal stappen doen. En iedereen weet die stappen waarschijnlijk al. Maar ik ga ze toch nog een keer uitleggen. Stap nummer 1 is inderdaad naar de Item Shop toe gaan. En de code T's invullen. Want ja, dat is een van de belangrijkste codes die je in moet vullen. En stappen die je moet doen. Ik haal het een beetje door elkaar. Maar als je de code T's ingevuld hebt, klik dan sowieso op search. En als je dan dit groene streepje ziet staan, de goede vinkje, klik dan op cancel. Want dan gebruik je de code T's. Dat is stap 1. Stap nummer 2 die je al moet doen is geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dus vergeet niet te abonneren, jongens. Doe dat even. Dat belletje moet je ook aanzetten. Stap nummer 3 had je ook al moeten doen. Een duimpje omhoog achterlaten. Want jongens, dat moet je gewoon gedaan hebben om mij natuurlijk te supporten. Stap nummer 4, dat had ik al gezegd. Of ja, die kende je eigenlijk al. Dat is je Epic Games naam achterlaten. Die heb ik nog niet gezegd. Maar zonder Epic Games naam kan ik je niet toevoegen. En kan ik natuurlijk niet giften uit de items op. Dus gooi jouw Epic Games naam in de comments. En stap nummer 5 die je dan eventjes moet doen, is eventjes mijn Discord joinen. Mijn Discord in de beschrijving is gratis. Doe dat gewoon eventjes. Vind ik gewoon heel erg nice natuurlijk. En jongens en meisjes, iets nieuws wat ik nog niet verteld heb, maar wat ik wel gebruik, is Snapchat. Je kan mij niet toevoegen op Snapchat, dus wil je nou meer zien van mij? Ik ben op Snapchat ook verified. Dan moet je mij even toevoegen. Dit is mijn gebruikersnaam. Het is wat anders dan normaal, want ja, mijn Oh My God is Chesso naam is helaas al gebruikt door iemand, dus voeg @OisChesso even toe. Zou ik heel erg nice vinden als je daar ook mijn verhalen gaat kijken. Want daar doe ik nog meer boost op plaatsen dan op Instagram natuurlijk. Dus sowieso bedankt voor het kijken naar deze video, jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie deze leak leuk hebben gevonden. Ik zou zeggen van, ik ga zelf ook nog even grinden om deze Battle Pass helemaal qua bonus rewards vol te unlocken natuurlijk. Want ja, ik kan nog even de gratis V-Bucks unlocken. Wat altijd nice is natuurlijk. Dus bedankt voor het kijken, jongens en meisjes. Ik zie jullie sowieso morgen als het goed is weer bij een nieuwe video. Dus vergeet sowieso niet te abonneren, want dan weet je wanneer ik upload. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk bij een nieuwe video. Later, jongens.